Vrij, vrij, vrij. Wat jij wel? Ja. Wauw. Wow, kijk eens rechts. Oeh, dat kleine meertje daar. Oh, fucking hell. Ja, dat gaat kijk, nu kijk, wel. Kijk, ze zitten meteen een bocht achter. Die zag ik niet. Ik wel. Ik kijk terug en ik denk, doelshit. Huh? Heel goed, heel goed. Ja, ik heb hem helemaal klaargezet. Dus hij zou aan moeten zijn. Ja, dat is. Oh, dit zit echt mooi. Ja, dan is hij allemaal vrij. Maar wat is het hier? Mooi. Ik snap precies wat je bedoelt met het kale landschap, het is. Ja, kijk, dat is die motor, dat is die motor. Waar, wat? Die BMW. Wat is daarmee? Ja. Maar wie weet, in de toekomst. Dan ben je wel color coordinated. Ja, dat geel past niet helemaal bij mijn oranje. Nee, ik zei het wel. Nee, oranje wel hoor. Ja, die heeft moet even op mij passen. Weet je, kocht je van een stuk lekkerder dan de ene die andere. Ja, dit is wel een stuk lekkerder rijden dan de andere kant, ik geef het eerlijk toe. Ah, zo, god. Kijk, dit is. Wow, jongens, heerlijk cool dit. Nou. Daar gaan we langs naar beneden, jongens. Kijk eens. Wauw. Wauw. Ik heb zo zin om op deze jacht, weet je. Dan ga je gewoon. Ik ben zo super trots op ons allemaal. Mag ik hier wonen? Nee. Blauwe huis en blauwe deurtjes? Ja hoor. Waarschijnlijk omdat het kapot is ofzo, maar maakt niet uit. Nee, dat is niet zo. Dat is gewoon omdat het cool is. Het was een restaurant. Ik wil er best wel veel op dansen, zeg maar. Nou, ik koop een vliegtuig. Pas op de slagboom. Oh, wauw. Imagine dat hij even doorvalt. Ja, precies. Oh, er is geen tol trouwens. We zijn er niet beneden. Oh. We krijgen er drie van elkaar. Oeh, en koeien. Ja, kom maar. Zo meteen komt de auto aan, maar daar hebben we geen last van tot nu toe. Nee, als we hem hier even de ruimte geven, dan kan hij er voorbij en hebben wij er geen last van. Even rustig aan. Graag gedaan hoor. Hij is een vreemster. Ja, ja. Jee. Nee, er komt niks. Nee, er komt niks, hè? Tot heel ver, twee fietsers, maar dat is heel ver. Niet hier, toch? Nee, die zijn echt heel ver. Pak hem lekker buiten om, hè? Het laatste, je moet hem inderdaad wel bij pakken, ja. Er komt een motor aan. Zo, hoogteverschil. Nu al. Wauw. Wauw, wat is dit mooi. Wauw. Hey, even een stond opwerker misschien, maar we hadden een kant op buiten gegaan. We hadden dit in onze rug gehad, we weten niet wat aan de andere kant ligt. Dat ook waar, maar... Ja, als we naar beneden gaan, dan zie je die drukte weg. Ik had al stress omhoog. Naar beneden, het is erger. We
iedereen met die motor neer had gegooid, dan ga ik zitten weg afvriezen. Dat is gewoon heel goed. Maar hoe bedoel je aan de andere kant naar beneden, of de Zwitserse kant? Waar wij omhoog zijn gekomen. Ja? Ja. Dan hadden we dit in onze rug gehad. En nu rijden we er vol in, dus het uitzicht ook vol, maar als je oh. kijkt, ja. dan is het een heel ander uitzicht. Ik weet het niet. Ja, maar dat, ja, ik weet niet wat beter was geweest. Ik denk dat we nu de goede kant hebben gehad. Onmogelijk wel, wil je. Ja. Ik weet niet of dalend dit heel fijn was geweest. Dat zijn Oostenrijkse koeien. En waar zie je dat aan het is? En de hanghoren en de niet. Oh nee, dat zijn de Zwitserse koeien toch? Ach joh, dat weet ik niet meer. Kijk, een klokkentoren. Een kerk. En een ark. Een ark? Ja, waar? Daar, rechts voor. Oh, dat! Ik ben aan de Ark Triomf. Zo ga je Ark zeggen, ik zeg gelijk Ark. Ja, dat is namelijk het zo formuleerd is, zodat jij confused zou raken. Oh, lekker is dat. Ik zit voorop, ik zie de helft, jij begint over de Ark, en ik ben meteen confused. Nou, lekker is dat, dankjewel hoor. Nee, niet jij, Frey. Ja, nee, maar ik was wel confused. Arkansas stingers. So I am confusion. Why is this one an ark? But this one's not ark. America, explain! What do you mean with ark? Voetganger. Ark, ja, zoiets. Kansas. heel stiekem gaat het heel snel naar beneden. Ja, krijg je wel weer lucht? Ja. Dat was een hele gespeerde oude vrouw. Ja, dat is wel goed. Dus het was slechts een 50-jarige vrouw, maar ze had een sixpack. Hallo, wij zijn bijna die leeftijd. Ja. Oké, ouder dan, wat je wil. Wauw, jongens. Wat ben ik blij dat we deze kant op zijn gegaan. Ik zie ook iedereen ging ook, volgens mij ging iedereen ook terug via die kant. Verklaar waarom het hier zo rustig is namelijk. En niemand gaat hier omhoog. Ja, ja. Je ziet één of twee mensen in zoveel tijd, maar... Nou, omdat die auto tegen de store is, dat is ongeveer het gemiddelde blauwe, zeg maar, ik bedoel best wel blauw. Sorry. Oké, ga verder, spijt me, ik onderbreek. Ik heb echt zin in water, ik weet niet waarom. Nou, dat je keel droog is, net als die van mij waarschijnlijk. Waarschijnlijk, te veel kou. Kijk, dubbele koplamp. Maar geen Honda. Ja, dankjewel. Oh, hi. Oh. Hey. Nou, dat is de oude weg, dat is hem niet. gewoon niet de stuur verliezen of zo, want dan ga je nee, echt door de, oude weg. De afgrond in. Oh, jammer. Oh, hey. Nog één. Oh. Dit is een nieuwe weg, jongens. Nee, Frederica. Nog erger? Ama Frederica. Komt er wat? Kan niet zien, dacht het niet. Nee, ik vraag dan de bijrijder. Ik zie niet. Vrij. Aandrijving. Ja, ik kom niet aan willen. Heel verder naar boven. Holy shit! Oh, wow! Willen we nog een foto maken? Zo blij dat er geen bomen op staan. Wil je naar beneden stappen? Ja. Casa Cantoneira. Cantoneira. Vrij. Ja, waar ga jij hem stilzetten dan, Vrij? L? Ja, hier. Zo. Oké, nee, dat is nu af.
die loopt ook. Hoe bedoel je, je moet je voet kwijt? Nou, klopt. Anders rol je iets naar voren. Oké. Okay. Dat weten we. En dit with me. Ben je er klaar voor? Komt de motorrijder aan. Is dan weer te Zwitser, zeg maar, voor plaatje. Welk? Dat ene huisje. Wat naast staat wel. Oh, zo. Bocht. Komt een auto, die komen waarschijnlijk in de bocht tegen. Ja. Ja.
Hij kan het niet zien. Nee, het is vrij. Ja, vrij. Oh, we houden die andere ook gewoon bij, dus wat dat betreft doen we niks geks. Niet vrij, denk ik. Ja, vrij. Oh, dit is heel vrij. Ja, het scheelt dat we dit een beetje aan het eind van de middag doen, weet je dat? Oh, is het warm? Nou, minder druk. Pas op. Ja, sorry. Nog één. Ja, sorry. Donker. Yep. Nou, ja. Veel verder dan. Oh, dat is het dan. Ja, bouw maar even wat afstand in, want ik heb het idee dat zij nog minder ervaren zijn dan wij. Dat weet ik niet. Nou ja, als ik naar de rijstijl kijk. Ja, het is wel vanuit gaat niet. Aha. Ik hoop dat mijn remlichten jou wel enige indicatie gaven. Ja. Kijk, wat komt daar aan, Frey? Ja. Ja. Goldwing. Dat was een Goldwing. Maar hier op. Ja, precies. Oh, ja. Dat is best grappig, als we net door boven liepen, toen hoorden we zo'n fluit. En toen dacht ik, kijk, dat is dus een hond. Nee, het was geen hond. Nou, het was wel een hond, het was alleen een effe. Nee, ik zei, dat klinkt een ledimotor. Oh, dat klinkt een ledimotor. Nou ja, dan moet dat klopt dus. Het was een hond. Maar zo klinkt. Nee, dat is een beetje kleiner. Ja, maar die andere die was nog kleiner dan zo. Nou, even meer afstand wel, want als ik moet remmen. Nee, de effe zit het niet kleiner dan zo. Stoplicht, dus hou voldoende afstand. Nou, voor een plek waar stoplicht? Een hele smalle tunnel. Ja. Yes. Nou, hij gaat op groen, zo te zien. Nou, dat redden we. Hij gaat voor de fietsers op groen. Ja. Nou ja, natuurlijk. Hij heeft echt een staande. Oh, hij zit achter de stinkdiesel. Afstand. Ja, zeker. Wow! Oh, what the fuck? Welkom in de Hilvermijn van Chili. Wauw. Kijk eens op je tompom wel. Ja. Kijk eens hier naar beneden. Oh, nee. Hallo. Jawel. Hallo. Wil je niet zo schreeuwen, wel? We hebben minder tegenrijders. Het zijn iets waarschijnlijk minder erg. Zijn er minder. Positiviteit. Ja, ik ben positief. Heel positief. Nee, ik ben alleen onder de indruk. Ja, ja, natuurlijk moeten we heel langzaam rijden. Ja, kom er voorbij. Kijk uit voor de kutbus.
Kom, gas, 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 gas. Vrij, vrij, vrij. Vrij, vrij, vrij. Vrij, vrij, vrij. Ik dacht dat jullie om aangevallen. Dat is voor het eerst dat ik dacht, een wandelende kern. Rustig. Wat? Een wandelende kern. Een wandelende kern. Dit is het punt waar al die dennen en sparren er mediterraans uit gaan zien. Nou, als je... Oh, stop, stop, rustig aan. Het is wat gladder hier. Als je je koppeling vergeet en je maakt dat soort geluiden, dan zit onze hart er wel redelijk hoog. Zeker met dit soort afgronden, doe maar niet. Nee, ik zou dat inderdaad ook wel op prijs stellen als dat... Ja. Als je dit zo zegt, dan is het nee. Ik ontvang graag wat binnenkom. Oh, deze is scherp. Vrij, 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 vrij. Oh, dat is een lekker bochie. Echt, hè? Mijn auto, voorzichtig, buiten blijven, buiten blijven. Motor. Rem maar op je motor af, want er komt een haakse bocht. Vrij, 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 vrij. Auto, buiten blijven. Als we in Italië gaan slapen, dan zou ik ook... Italiaanse lasagne is heilig. Ja, die ene vind ik lekker. Ja. Ja, maar echt, Italiaanse, het zijn de andere Italiaanse gerechten buiten pizza die echt... Kijk, pizza is hier sowieso twee keer zo heilig, maar... Oh. Snap je? Ja. Kijk, dit is. Ja. Oh, busje. Nou ja, busje. Oh, wauw. Wow. Die auto, die... Oh, die Mustang. Mustang, ja. Mustang. Mooi. Wat? Nee. Gekje. Er komt iemand wel even geflext zijn, zeg maar, dus dan moet je wel zeggen. Gewoon zo'n middelbare leeftijdsman, weet je al, die dan even een kleine piemeltje even zijn auto koopt. Ja, ja. Onverhuurd, want ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hé, hey, mijn oren beginnen dicht te zitten. Let op. Buiten blijven.
let op wel. Ja. Crosser. Heerlijk dit. Bagni Vecchi. Bikers Hotel. Ja, nou, dat is gek als we hier vlak onder de Veldhelm bikers hotel gaan pakken. Aha. Ja. Bij het komen op meer is het ook niet verstandig. Ja, laten we zo meteen eens aan de kant zetten en Google Maps en hotel. Ja. Ik denk namelijk dat hotel het verstandigst is. Dat denk ik. Ik zou ook alvast noordelijker gaan zoeken. Nou, daar zitten we in Zwitserland. Ja. Ja, we zitten juist in Italië, omdat we niet naar Zwitserland. Zwitserland is gewoon sterven duur op het moment. Goedkoop te gaan is €300 of zo, geloof ik. Dat snap ik, maar als we veel zuidelijker gaan, hebben we morgen een probleem. Als we het nog precies willen doen en dan ook nog dingen overbruggen, tijd. We hebben nu nog twee nachten die we moeten overbruggen. Ja. En in twee nachten kom je makkelijk weer terug richting Frankrijk. Dan hoeven we echt geen... Twee nachten? Ja, nog twee nachten overbruggen. Twee dagen overbruggen. Ja, theoretisch ook. Het is nu zaterdag, hè? We moeten zondag de dag overbruggen en maandag de dag en maandagmiddag komen we dan weer bij Christine aan. Oké. Okay. Dus twee nachten of twee dagen. Het is eigenlijk om het even. Oké. Ja, ik snap het. Dat is mooi. En anders gaan we naar Monaco. Trek jij je spaarrekening leeg dan? Auto. Nee. Nog één. Sorry, ik schrok meer dan jullie, denk ik. Ik heb dorst. Ja, ik ook. Hoe durven ze hier sneeuwblokjes op een bord neer te zetten? Picciagnoni. Blijf toch even achteraan. Ja. De weg daar is vrij, hè? Kijk naar de bocht. Scotty Orne. Jotaro. Nee, die is hier rechtsaf gegaan. Welke kant gaan we op? Bocht. We hebben voorrang. Ja. Oh. We hebben voorrang. Ik twijfelde ook even, hoor. Ja. Ik wou hem echt heel hard aanzetten. Ik kan niet zien dat er wat voor hem zit. Ik zie het. Ik kan ook niet zien. Ja, kijk, daar was ik al bang voor. Ik ben blij dat ik geen moeite heb gedaan. Zo. Bormio. Nou, over een paar meter hebben we weer een benzinepomp. Vol stomp om. Ja,
volgens mij een TomTom. Die de goeie route heeft. Die een route heeft. Ja, oh, nee. Even kijken. Wat is dit? Lijkt wel op het begin. Is geen beginpomp. Daar rechts voor ons zie je een blauw bord met witte letters. Ja. Een rood bord erboven, een geel bord ernaast. Ja. Oké. Daar gaan we even kijken. Ruikt naar vis. Ruikt naar vis. Oh fuck. Waar ruikt het naar? Self-service. Ja, maar er is wel een shop bij. Het is heet. Jo. Ja. Super. Hallo, hallo. Hey. Wat is er? Het zou fijn als je achterop kon zitten, dan had die motor wat lager, dan kunnen we beter de schip op. Zal ik maar even voor? Ja, broeder. Moment. Oké, jongens, nog 15 minuten rijden en dan zijn we bij onze slaapplek. Yes. Hij is inmiddels gereserveerd, dus we hebben daar een plekje. Er zit een pizzeria en ik hoop dat hij nog even wat eten voor ons wil maken. Over 300 meter zijn we er. I don't give a shit. Wat is het? Waar is het? Hier, die Ja, shit. Hier rechtsop. Ja. Wat? Hel, dit kun jij. Ja, niet echt, maar ik wil niet tegen je. Ik moet er geen alleen aan.